Oh my god, mensen, vandaag is het woensdag. Dus zeggen we goedemorgen deze morgen. Mijn naam is Pippi Blue. Nieuwe dag, nieuwe video. Vandaag gaan we nog een keer zo een video doen, What to Watch. Dus dat zijn dus video's waarin dat ik toon welke films dat ik nog niet gezien heb in mijn collectie. Dus ik heb er daar in de hoek een stuk of 200, 300 liggen dat ik nog nooit gezien heb. Zowel DVD's als Blu-rays, zowel films als series. Dus een beetje van alles. En ja, de bedoeling is dat ik zo ongeveer per 15 een keer ga tonen dus wat ik nog niet gezien heb. En misschien kun je in de comments zeggen van ah, dat is een vrij goede film of dat is een heel slechte film. Dat is echt de moeite. En misschien als er bijvoorbeeld een paar keer een titel erin komt, dat ik zeg van ah, oké, ik ga die film bekijken. Maar ja, maakt niet uit. We gaan er gewoon aan beginnen. Hè? Goed, de eerste film, dus dat ik nog niet gezien heb, is from the producer of The Purge, Paranormal Activity and Insidious. Dat is Sinister 2. Sinister 2 heb ik nog niet gezien. De eerste heb ik wel gezien. Dat is met Ethan Hawke, dacht ik. Ik weet niet of dat jij daarin meedoet in die film. Maakt niet uit, maar die film heb ik dus nog niet gezien. Dus mensen, laat een keer weten of dat een goeie is, ja of nee. Er gaan al sinds sowieso in die noop heel veel horrors in zitten. Waarom? Omdat ik meestal niet alleen kijk naar horrorfilms. Omdat ik een beetje een kakabroekie man ben. Zeker voor alleen te kijken. Dus ik wacht altijd op iemand die met mij wil meekijken in de movie room naar een horrorfilm. Pas op, ik zie het super graag, horrorfilm. Maar ik ben niet zo iemand die alleen kijkt. Maar wat ik wel ga doen, is bijvoorbeeld naar The Strangers, of naar Halloween, of al zo van die slashers en al, daar ga ik alleen naar kijken. Maar vanaf dat zo met geesten is en demons en al van die dingen, zo, het onbekende, daar ben ik niet zo... daar ben ik echt wel een kakabroekie man in. Goed, oké, okay, we gaan verder doen. De volgende film dat ik ook nog niet gezien heb, is de 8e film van Quentin Tarantino. No One Comes Up Here Without a Damn Good Reason. Dat is The Hateful Eight. The Hateful Eight heb ik ook nog niet gezien, mensen. Sowieso hadden er vele klassiekers ook tussen zitten. Dat hadden we gaan zeggen van, wauw, dat nog nooit gezien. Dat kan toch niet, dit, dat. Oké, okay, ja, maar er zijn veel films dat ik gewoon nog niet gezien heb. Ik heb er al heel veel gezien. Maar er zijn er ook veel dat ik nog niet gezien heb. Dus The Hateful Eight is daar één van. Heb ik nog niet gezien. Dat schijnt dus wel goed. Dus daar ga ik een keer werk van moeten maken. Dan de volgende film, voilà, is dus een klassieker, ook van Quentin Tarantino. Dat is Pulp Fiction. Heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Dus daar ga ik zeker een keer werk van moeten maken, want iedereen spreekt daarover, like, dat dat uit de hemel komt van de films. En voilà, Pulp Fiction, nog nooit gezien. Dan de volgende heb ik, denk een maand geleden of zo, de eerste gezien. De tweede heb ik ook nog niet gezien. Dat moet nu ook wel lukken, dat dat weer een Quentin Tarantino film is. Dat is Kill Bill 2. Heb ik nog niet gezien. De eerste vond ik echt wel heel goed. Dus ik ben wel benieuwd naar de tweede. Zo. Dan de volgende film is een animatiefilm van DC Universe. Dat is Batman Silence. Ik zie heel graag die animatiefilms van Batman. Maar die Batman Silence heb ik nog niet gezien. Ik heb dat een keer gekocht volgens mij via Amazon voor... 4 of 5 euro of zo, splinternieuw, met verzending inbegrepen. Dus dik in orde, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus laat een keer weten, mensen, of dat een goeie is. Dan de volgende film heb ik gekregen van Laurentijn van de Nightbreed podcast. Dat is Last Night in Soho. Heb ik ook nog niet gezien. Jij vond dat een vrij goeie film. Heeft daar ook een special edition van gekocht en heeft gezegd van, kijk, ik heb toch die special edition, je mocht die hebben als cadeautje, dus nog een keer bedankt daarvoor, maar ja, ik heb hem nog altijd niet gezien op 4K Last Night in Soho. Voilà, dan de volgende film heb ik een keer goedkoop gekocht in Mediamarkt, dacht ik voor 3 euro of voor 4 euro, ik weet het niet meer. Een film by Tyler Russell, How Far Would You Go To Achieve The American Dream? Dat is Silk Road. Voilà, dus nog niet gezien. Ik denk dat dat te maken heeft met drugs en ja, met agenten undercover en weet ik veel allemaal. Maar dus voilà, Silk Road ook nog niet gezien. Dan de volgende film is met Mila Jovovich. Ik heb al een paar films van gezien. Maar dat is hier dus Resident Evil Retribution.
Retribution. Retribution. Voilà. Dus deze steelbook heb ik ook nog niet gezien. Geen idee of dat een goeie is. Ja, we gaan het wel zien, hè, mensen. Voilà, laat het een keer weten. Dan de volgende film is ook een horrorfilm. Dat is met Guy Pearce. May God Have Mercy on Their Souls. The Seventh Day. Ook nog nooit gezien. Dus ik weet totaal niet of dat een goede film is, ja of nee. Voilà. En dat was ook, pijs ik, 3 euro of zo. Of 2 of 3 euro, ik weet het niet meer. Dan de volgende, volgens mij is dat de tweede. Ik heb ooit een keer de eerste gezien, maar dat is zo lang geleden dat ik echt wel weer terug zou moeten kijken, want ik weet totaal niet meer over wat het gaat. Maar we zijn dus bezig over Silent Hill Revelation. Dus ook een horrorfilm, ook nog niet gezien. Kijk, ik heb voor 3 euro gekocht, zit nog in plastic bij Mediamarkt. Dan de volgende film heb ik zelfs de eerste nog niet gezien. Dat is hier de tweede, dus de eerste ik zelfs niet. Maar pijs dat ik dan een keer gekocht heb ook, ja, super goedkoop in Mediamarkt. Dat is T2 Trainspotting, de tweede. Dus ook nog niet gezien. Ik weet totaal niet over wat dat gaat. Ik dacht dat het over drugs ging en zo. Maar ja, ik weet het echt niet over wat. Dan de volgende, de eerste Annabelle heb ik gezien, de tweede Annabelle heb ik gezien. Maar ik moet nog altijd een keer kijken met de Rimzi. Hey gast, hoe zit het eigenlijk? Wanneer gaan we eigenlijk kijken naar de Annabelle 3? Annabelle 3 comes home. Come on jongen, hoe zit je eigenlijk? Hey, bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten. Geef me een teken, wanneer kijken we die film? Oké, okay, dus Annabelle comes home. Ik weet niet of dat een goeie is. Totaal niet. Dan heb ik een keer tweedehands gekocht voor €1 of €2. Dat is One Man, Seven Presidents, The Butler. Het schijnt wel een schone film. Is dat waar gebeurd? Based on an incredible true story. Voilà, waar gebeurd. The Butler. Dan de volgende film is met Ben Affleck en Justin Timberlake. I'm bring sexy back. Ja. Dat is Runner Runner. Voilà, heb ik ook nog niet gezien. Volgens mij is dat met hokken en zo. Ja, pijt dat mee te maken heeft. Casino online pokeren. Ja, het gaat is over pokeren. Dus Runner Runner. Voilà, heb ik ook nog niet gezien. Dus dat waren allemaal Blu-rays. Ik heb hier nu nog één DVD. Dat een keer, ik denk dat ik dat gekocht heb op de rommelmarkt voor €1. En dat is Preacher Seizoen 1. Dus ken ik ook totaal niet. Dus laat een keer weten of dat een goede serie is. Want ik weet het echt, echt niet. A dazzling Tarantino SQ vision of gore and gross out humor. Is dat... Wat voor ding is dat eigenlijk? Is dat horror, comedy, iets... Ik weet het niet. Ik weet totaal niet over wat het gaat. Maar kijk, ja, maakt niet uit. Volgens mij, als ik dat zie, is dat een duivel die een priester speelt in een dorpje of zo. Maar jij is een duivel, maar je doet hem voor als een priester. Volgens mij is dat dat. Ik weet totaal niet wat het juist is, maar ik denk het wel. Voilà. Dus dat waren weer de 15 titels dat ik nog niet gezien heb. Dus laat een keer weten, mensen, welke dat ik zeker moet bekijken. Welke dat ik zeker niet moet bekijken. En voilà, dat was de video voor vandaag. Dus we gaan elke week gaan we zo'n videootje maken. Met allemaal films dat ik nog niet gezien heb. En dan kan ik weer kiezen wat ik moet kijken. Hè. Goed, voilà, dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Gewoon nu, liken. Gewoon op dat duimpje. Pok. Het helpt mij, het helpt jou, het helpt iedereen. Voilà. Je kunt u dus ook abonneren. Dat is volledig gratis. Gewoon abonneren. Pok. Op dat belletje. Pik. En dan elke keer dat ik een video upload, krijg je daar een melding van. Dan zeg je van, oh nee, Pepe Bloem maakt weer een nieuwe video. Wow, echt zot. Woe, yeah. Ja, ik weet niet waarom dat daar nodig was. Maar oké, voilà, dat was het allemaal. Bedankt om te kijken, like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Salut!